Een hele goede dag bij Wat de Pot Schaft. We gaan vandaag wat lekkers klaarmaken. En dat is het volgende. We hebben een kippendij. Kippendij is een iets ander stukje kip als de normale kipfilet. Kippendij is wat vetter, zoals jullie kunnen zien. Maar kippendij is daardoor uitmuntend of uitstekend geschikt voor een lekkere saté die we vandaag gaan maken. Hij is wat vetter, dus hij behoudt wat meer zijn smaak. En hij wordt wat zachter, hij is wat malser. Kipfilet dat droogt te snel uit. We gaan hem wel marineren. Dus we gaan een gemarineerde kipsaté maken. Daarbij hebben we wat rijst, wat roerbaar groentes. Uiteraard een lekker glaasje wijn erbij. Maar straks daarover meer. En we gaan vandaag een uitzonderlijk fantastisch mooie pan uitproberen. Daar gaan we straks onze rijst in koken. Maar daar ga ik straks wat tekst uitleg over geven. Om te beginnen is het belangrijk dat we als eerst de kip gaan marineren. Dat mag altijd een dag van tevoren. Ik ga nu een marinade maken. Die kun je in principe, zoals ik zei, voorbereiden. Kip erin, nachtje in de koelkast. En de volgende dag gaan we hem lekker aanbakken. Dit alles kan in principe in een kwartiertijd op tafel staan. Waar gaan we mee beginnen? Pak een schaal. Ik heb hier wat verschillende sauzen en kruiden. Ik pak wat sweet chili saus. Het hoeft niet allemaal erin. Als je iets niet thuis hebt, is dat helemaal geen probleem. Want je kunt het zelf op smaak maken zoals je wil. Ik gebruik een klein beetje sambal. Ik heb wat knoflook. En dat mag lekker ruim. Dat heb ik voorgesneden. Ik pak een klein beetje honing, toch een klein zoetje te krijgen. En al deze producten zorgen eigenlijk dat de kip super mals wordt. Ik gebruik wat ketchup. Ik pak even een lepel. En eigenlijk maak je er een papje van. En zoals ik al zei, denk je nou van, goh, ik vind het lekker om wat anders erdoor te doen, want dat doe ik normaal thuis ook. Dan is dat helemaal geen probleem. Het marineren is eigenlijk puur enkel en alleen. Je maakt het vlees wat malser en de marinade dringt wat dieper door tot het vlees, dus je krijgt een veel fijnere smaak. Ik pak nog even een rood pepertje. Want een saté mag toch best wel een klein beetje pikant. Vind je rode peper te pikant, dan laat je het lekker weg. Ik snij hem gewoon met zaadlijst en al. Ik hou van pikant, dus gooi hem er maar in. Wil je dat nog niet, kun je de zaadjes te verwijderen. Dan is die iets minder scherp. Maar in principe komt het allemaal in een marinade, wat straks allemaal weer gebakken wordt in de pan. En zo zie je ook niks meer van die zaadjes. Nou, ik heb de marinade gemaakt. Pak even een pannetje of een bakje. In dit geval gebruik ik een pan. Daar gaat de marinade in. Wat ik gedaan heb, ik heb de kip heel eventjes gecontroleerd. Want er kan altijd nog een klein botje in zitten. Maar zoals ik zei, hier hoef je in principe niks meer aan te doen. Dit zijn mooie kleine stukjes. Die kun je straks prima dubbel vouwen op een stokje. En dan in de pan. Er zijn vrij grote stukken tussen, zoals je ziet. Dus die gaan we wel even iets kleiner maken. Anders wordt het te groot of je moet een heel groot stokje gebruiken. Dit is ook een ideaal gerecht voor op de barbecue. Wat ik doe is, ik mag een heel klein beetje af. Ik snij in principe eigenlijk in tweeën. Dat is een mooi stukje. Die is prima. Die is prima. Als het te groot is, snijden we hem in tweeën. Kijk, deze is iets dikker. Die mag in tweeën. Zodat je een klein beetje een verschil hebt. Wat ook heel mooi kan, is als je de kip gemarineerd hebt, dat je daar een beetje boter over doet, of olie. En op een bakplaat in de oven, 20 minuten, 200 graden. En dan is die voorgegaard, nog niet helemaal gaar. Maar dat hoeft ook niet.
Want je kunt hem na de tijd, als je hem klaar voor gebruik hebt, of tenminste als je hem wil gaan gebruiken, kun je hem alsnog in de oven. Nagaren. Nou, eens even kijken. Doe de marinade erop. Dus dit kan allemaal een dag van tevoren. Roer de marinade gewoon door de kip. Nou, als je de dag van tevoren doet, of in ieder geval een morgen of een middag voor de tijd, dat het een paar uren in zit, de smaken trekken allemaal fijn in de kip. Nou, deze laten we gewoon staan, voor zover het duurt. Maak even mijn snijplak even schoon. Dan gaan we verder met de volgende. Ik heb roerbakgroentes erbij genomen. Dat is altijd lekker bij kip. Op Blenk heeft vandaag de roerbakgroentes weggereveld. En deze zijn kant-en-klaar. Zijn panklaar, gesneden en gewassen. Deze groentes zijn in principe allerlei varianten te krijgen. En die ga ik straks heel kort roerbakken. En die komen straks onder de saté te liggen. Ik ga mijn rijst koken en ik ga straks de kip aanrijgen. En dan is het eigenlijk, in no time is het klaar. En ik ga jullie wat vertellen over hoe je het makkelijk kunt bewaren en de volgende dag heel snel weer klaar kunt krijgen. Ik heb mijn rijst, ik heb hier een hele mooie pan. Die ga ik koken. Ik heb deze voorgekookt natuurlijk, anders duurt het heel lang. Ik heb een pan van Karl Smitszoon. Van te verkrijgen via Kokenfor. Dit is een hele fantastische pan. Het is een pan met een deksel waar een aantal gaatjes in zit. Ik heb een deksel met hier aan deze kant de kleine gaatjes. En aan deze kant zijn de grote gaatjes. Dit is ideaal voor de grovere, grotere pasta soorten. En de kleintjes zijn eigenlijk perfect voor rijst. Ik heb de rijst gekookt. En zoals je ziet heb ik hier een afgiet. Dus ik kan hem eigenlijk heel mooi afgieten zonder dat ik de deksel van de pan hoef af te halen. Wat nog mooi is, ik heb twee hengsels, die doe ik omhoog, waardoor de deksel eigenlijk op de pan blijft zitten. Het is mooi. Hij wordt niet warm. Het is handig. Ik giet hem zo af. Voilà. Laat ik jullie zien. Wat mooi is, dat je dus eigenlijk nog geen verbrande handjes meer krijgt. Dus de handjes, kijk, de deksel blijft mooi zitten, je giet hem af, de deksel blijft stabiel erop. Klepjes omlaag, deksel past ook nog mooi door de rand. Perfect. Op de pan staan. Ik heb mijn rijst eigenlijk klaar. En ik heb twee handjes vrij. Deksel erop. Klepje dicht. Lepel erop. En we laten hem staan. Zoals ik eerder ook zei in een andere uitzending. Ben je nou benieuwd of jouw pan geschikt is voor gas of voor inductie. Op het moment dat je een pan hebt thuis en je duwt een magneetje op, die plakt niet. Geen inductie, alleen maar gas. Heb je nou een pan waar het magneetje wel op blijft plakken, is die ook geschikt voor inductie. Heb je vragen, kun je altijd even kijken op de website van Kokenfor, waar alle pannen op staan, waar de toelichting bij zit, wat dus ideaal is voor of gas of inductie of beide. Water mag weg. Ik heb de satésaus inmiddels opgezet, zodat hij langzaam warm wordt. Dit is uiteraard de kant-en-klare satésaus. En we gaan een pan gebruiken om de kip kort aan te bakken. Die pan zet ik op vuur, kan langzaam warm worden. Straks rijg ik pas alles aan een stokje,
Het is makkelijker om eerst de kipfilet aan te bakken, iets te laten afkoelen en daarna een stokje te regen, dan nu al aan stokjes te regen. Dat is alleen maar extra werk. Ik zet het gas wat hoger. Kip heb ik bij Wim Wever gehaald in Losser. Verschillende vleesproducten, kant en klaar. Dus wat je zo mee kunt nemen, maar ook alle vleessoorten, rund, kip, varken. Alles eigenlijk wat een slager benodigd heeft. Dat dus voor als vleeszender de kip. We gaan daar straks een stokje aan regelen. Ik heb de pan bijna heet. En kip mag best even goed aanbakken. Een klein beetje olie erin. Ik laat het wel een klein beetje uitlekken. In de oven zou je de marinade met alles in de ovenschaal kunnen doen. Spur het wel een beetje, dus kijk uit als je nieuwe kleding aan hebt. Tangetje. En je mag gewoon op hoog vuur om en om kort gebakken worden. Dat kun je heel mooi 's middags al doen. Hij hoeft ook niet helemaal gaar te zijn. Want dat is straks de eindbehandeling. Het is echt kort en krachtig aanbakken. Goudbruin. En straks gaan we maar de stokjes leggen. Stokjes gaan in de oven, dus in principe zijn deze stokjes voldoende. Ga je hem op de barbecue leggen, zou ik ze wel even in het water houden. Een uurtje laten liggen en dan op de barbecue. Kijk, het mooiste van deze pan is, de pan is heet, de handgreep zelf is alleen aan het begin warm, maar dit blijft allemaal perfect koud, zodat je geen overhandschoen nodig hebt. Er zijn pannetjes te krijgen die kun je wel in de oven schuiven, maar dan zou ik inderdaad kijken op de site van Kookcomfort of Carl Smitszoon welke pan voor jou het best geschikt is. We zetten het gas zacht. En we leggen de kip even op de snijplank. Deze laten we even afkoelen. En die gaan we straks rijgen aan een stokje. De kip is nog rauw. Maar dat moet ook. Pak even een papiertje. Dat is het mooiste, zo'n anti-aanbaklaag. Papiertje erdoor en hij is eigenlijk weer ready to use. En je hebt geen vet in de gooisteen. En dat is makkelijk. Voilà. Die gebruiken we zo weer. Nou, de pan is nog heet, dat is heel fijn. Houd een stokje. En heel kort erdoorheen. En zo maak je eigenlijk een grof steek. Ik zou de kip nooit te fijn snijden, want als je hem te fijn snijdt, dan droogt hij dus inderdaad wel uit. Nu heeft hij een klein beetje vet, dus hij mag in principe wat kleiner. Maar van die hele kleine blokjes, dat is, ja, ik zeg altijd hondenvoer. Dus we houden wat grover. Maar het gaat uiteindelijk om de smaak. Nou, die hebben we over.
Ik heb hier twee stokjes gemaakt. Ik zal het even op een bordje leggen, dan kun je dat beter zien. Je kunt ook grotere stokjes gebruiken natuurlijk. Ik heb helaas niet wat grotere. Maar dit is eigenlijk heel eenvoudig. Eigenlijk 3-4 stukjes per persoon is eigenlijk voldoende voor één persoon, voor een kleine maaltijd. Groot eerst uiteraard 2 stokjes. Daar komt straks een heerlijk satésaus bij. Daar komt wat rijst bij. Ik ga wat roerbakgroentes bakken. Nou ja, een beetje kroephoek er misschien bij. En dan heb je eigenlijk gewoon een lekkere maaltijd. Maar die kip is nog niet gaar. Wat doen we? Deze kip kunnen we afdekken en laten 10 minuutjes, kwartiertje staan. Of we doen hem in de oven. Ik raad aan in de oven. Dus dit kun je eigenlijk 's morgens voorbereiden. Afdekken. Of in een koelkast. Of op het aardig laten staan dat hij dus op kamertemperatuur is en dan in de koeling. Best is eigenlijk afzetten in de koeling. Volgende dag of eigenlijk 's avonds, wat je wil. Oven, 200 graden. Een minuut of 8, 9. Heel kort in de oven. En dan is jouw kip gaar, satésaus, rijst, alles erbij. Voilà. Niks meer aan te doen. Nou, de pan is heet. Pak weer een klein beetje olijfolie. Hierbij gaan de roerbakgroentes. Gebruik vooral groentes die je zelf lekker vindt. Ik heb nu dus de kant-en-klare gehaald bij All Blank. Wat paprika, wat prei, wat rode ui, wat wortel. Het mooie daarvan is, ze zijn gewassen al, dus er zit niet heel veel water meer in vast. Dus het sputtert niet zo hard als dat de kip net deed. Middelhoog vuur. Klein beetje olie erbij. Ik kan nog een klein beetje zout op. Klein beetje peper nog. En eigenlijk heeft dat ook niet meer nodig. Tenzij je natuurlijk andere kruiden wil gaan gebruiken. Nou, de rijst die is inmiddels nagegaard. Dat is ook zo mooi. Doordat er gaatjes in zitten en een klein sleufje, je laat de deksel erop en je hebt hem van het gas af, blijft hij toch een beetje nagaren. Dus je hoeft er eigenlijk helemaal niet naar om te kijken. Dus dat is eigenlijk een fantastisch pannetje waar je niet constant bij hoeft te blijven staan. Nou, de roerbakgroenten zijn bijna klaar. Ik pak even een bordje waar we straks het gerecht op gaan presenteren. Nou, je moet je voorstellen dat deze kip dus gaar uit de oven komt. Ja, hij glimt, hij is mooi, komt door de marinade. Hij zal fantastisch smaken. En ik denk dat als hij een nachtje in de marinade heeft gestaan, dat hij nog smaakvoller is. Zoals ik in het begin zei, ik heb hier een lekker glaasje wijn. Van de Meibree, Italiaanse wijn uit Umbria. Biggie, maar ja, we spreken hem uit als Biggie. Het is een Chardonnay, 2018, beetje ananas, persik, is een hele frivole, frisse, fruitige wijn. Nou ja, bij een satéetje is het natuurlijk perfect. Dus die gaan we daar straks bij drinken. Bij de Meibree, in Oldenzaal. Roerbakgroentes zijn gaar, die doen we op het bord. Meer een start voor één persoon. Gas mag uit. Pannetje met de rijst. Beetje rijst erbij. Deksel er weer op. En de rijst blijft nog
minstens een half uur warm. Je mag de saté ernaast serveren. Je kunt de saté natuurlijk ook voor het oog erbij op. Ik heb wat saté saus. Altijd lekker. Wat bakker uitjes erbij. En er is het gerecht wat we vandaag klaar hebben gemaakt. Kip, gemarineerd, rijst, roerbakgroentes, wat satésaus en een lekker glaasje wijn. Wat de pot schaft.